Ja, ook open. Hij werkt nog wel. En daarin. We staan hier bij de teerputten van Vassen, waar vroeger dus alle teer in het ven is gedumpt als het ware. Het is dus echt gif wat gewoon aan de oppervlakte komt, dus het is gewoon hartstikke gevaarlijk voor mensen en natuur. Dus daar wil de provincie ook wat gaan doen. En dat is dus een ruimtelijke ingreep. En bij een ruimtelijke ingreep heb je ook te maken met de flora- en faunawetgeving. En binnen die flora- en faunawetgeving heb je weer een strikt beschermde muizensoort, bijvoorbeeld de veldspismuis. Storten hem leeg. En jawel, er zit een muis in. Geen speldvismuis, waar het ons om te doen is allemaal. Maar dit is een veldmuis. Nou, het doel van de informatieavond was om omwonenden, maar ook andere belangstellenden duidelijk te maken wat er met het saneringsproces, wat dat voor effecten heeft op de plek zelf, maar ook voor de omgeving. Het mooiste, fijnste zijn geweest wanneer je kon zeggen, alles opruimen, alles weg. Maar goed, dan moet je er ook een bestemming voor hebben. Nu is dus gekozen voor de vorm van isoleren, beheersen, controleren. Dat is dus een van de vormen van saneren die betaalbaar is. Met als resultaat dat de plek veilig wordt gemaakt, dat er geen contactmogelijkheden meer zijn. De monitoring, hè? Hoe verplaatst alles zich onder de grond? Dat is iets wat onbekend terrein eigenlijk is, ook voor heel veel wetenschappers. Ja, het is sowieso nog geen afgesloten verhaal als er een dekkleed overheen ligt. En dat is iets, dat moet je wel goed in de gaten houden. De sanering wordt uitgevoerd in ongeveer 5 fasen. We beginnen met de sanering, dat is een gedeelte grondpennen. Wat u hierachter ziet, halen we 80 centimeter grond boven van de teerput af. Dat gaan we bemonsteren. En we gaan kijken welke grond schoon is, wat we uiteindelijk later gebruiken boven de afdichting aan het einde van het jaar, zodat we een schone zone creëren. We zien hier achter ons de milieukundig begeleider die nog metingen uitvoert, luchtmetingen, met die apparaatjes die hij in de handen heeft en wat hij aan de stok heeft hangen. En hij doet nog wat monsternames van de grond die nu ontgraven wordt. Of daar olie in zit, dan heeft hij een bakje met water staan. Kan hij een heel gauw proefje doen of het vervuild is of niet vervuild is. Er is in Vassen grote ongerustheid ontstaan over de teerput. We hebben in oktober, eind oktober 2011 afgesproken om een nader onderzoek te verrichten, te kijken wat nou de gezondheidseffecten zijn. De contra-expertise geeft aan dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dat geldt voor mens en dier. En dat wij ook door kunnen gaan met de manier waarop wij hebben voorzien in de sanering. Dus het afdekken met met verschillende materialen van verschillende dikte en flexibiliteit over die teerput gelegd. En daaroverheen komt ook weer nog weer gewone grond. En daar zullen niet grote bomen op groeien, maar wel wat struikgewassen en dergelijke. Dus het wordt eigenlijk weer een natuurgebied. De dorpsraad vertegenwoordigt eigenlijk de onrust die in het dorp is ontstaan. En dan is het juist goed dat je samen met de dorpsraad ook tot een oplossing kunt komen. Zij moeten het ook weer kunnen vertalen naar de bewoners toe. Zij worden er ook vaak op aangesproken. Dus zij willen voor hunzelf ook de zekerheid hebben dat ze de goede keuzes hebben gemaakt. Zij staan ook achter de resultaten van de contra-expertise. We gaan monitoren om te zorgen dat ook de ongerustheid over de volksgezondheid, dat die niet opnieuw oppopt. Wij zijn ervan overtuigd dat we een goede sanering hebben. Maar we blijven dat monitoren, want anders dan kunnen er toch in de toekomst beelden gaan ontstaan dat er een andere werkelijkheid is. En daar gaan we voor monitoren.